Dames en heren, goedenavond. 1200 pagina's met gitzwarte bevindingen. Het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Anderhalf jaar lang onderzocht de commissie Deetman de klachten van 2000 slachtoffers die zich hadden gemeld. Schokkend en beschamend, luidden de eerste reacties. Dat het geen mild rapport zou worden was wel duidelijk, maar dat het seksueel misbruik zo omvangrijk zou zijn en de pogingen om alles in de doofpot te stoppen zo enorm. Volgens commissievoorzitter Deetman is er geen enkele twijfel over wat er is gebeurd. Het idee dat men niet wist dat er een risico was, dat men het überhaupt niet wist en dat men bestuurlijk daar niet van op de hoogte was, kan niet staande gehouden worden. Hetzelfde geldt voor, zo moet ik zeggen, de vergadering van bisschoppen, zo u wil, de bisschoppenconferentie. Wij moeten vaststellen dat vanaf eind jaren 40 het punt van onder andere misbruik, ook misbruik met minderjarigen, op de agenda heeft gestaan. Geen wollige taal, geen vage omschrijvingen. Glashelder zijn ze, de belangrijkste conclusies van de commissie. Tussen de 10.000 en 20.000 kinderen zijn seksueel misbruikt binnen de katholieke instellingen. Het celibaat is niet de oorzaak van het misbruik, maar heeft het wel in de hand gewerkt. En het misbruik was dus alom bekend binnen de kerk, maar er werd niks aan gedaan. Aangrijpende conclusies, vindt ook de commissievoorzitter. Ik vind u vandaag getergd. U klinkt fel, u klinkt betrokken. Ja, mag het? Na al die gesprekken. En ik heb ook moeten vaststellen toen ik met bestuurders sprak. Ik heb er gehad die ontdaan waren na afloop. De meest persoonlijke vragen heb ik moeten stellen. Dat waren niet de eenvoudigste gesprekken. Ik denk wel eens, als ik naar het totaal kijk, wat is er toch in onze samenleving aan de hand dat we elkaar zoveel ellende kunnen aandoen? Direct na de persconferentie reageerde bisschop Eijk namens de Nederlandse bisschoppen. Hij betuigt spijt. Het vervult ons met schaamte en met verdriet. Niet alleen de daders treft blaam, maar ook kerkelijke gezagsdragers die niet accuraat hebben gehandeld en in het belang van en de zorg voor het slachtoffer voorop stelden. Woorden van spijt, maar vanuit de katholieke kerk komen ook nog steeds reacties waarin de kerk het opneemt voor de daders. Neem Frank Oudegeernik uit het Twentse Albergen. Hij werd in de jaren 70 misbruikt door een pastoor die inmiddels is overleden. Deze week kreeg Frank een brief onder ogen die het aartsbisdom Utrecht stuurde aan het meldpunt seksueel misbruik. En daarin staat letterlijk dat de pastoor die hem misbruikte eigenlijk niet kon weten dat seksueel misbruik traumatische gevolgen kan hebben. In de brief wordt de carrière van pastoor B. beschreven. In 1974 kwam hij in Albergen. 9 jaar later klaagde zijn huishoudster over hem, bij monsignor Simonus. Ze schreef letterlijk: een misdienaar op de vloer van de sacristie met de broek af en de pastoor lag er op de knieën bij. De pastoor bleef aan, overleed in 1986. Het aartsbisdom schrijft dat hij, als hij wist wat wij nu weten, zich diep geschaamd zou hebben. Koffie, iets erbij. Frank ziet door de brief extra tegen vandaag op. Neemt de commissie de slachtoffers serieus? Al snel ontspant hij. Wat Deetman zegt, bevalt hem. Ja, ook dat hij het objectief doet. Ja, ik heb het gevoel dat hij wel achter ons staat. Er werd vaak gezwegen als men op de hoogte was. We moeten vaststellen dat binnen de orders men het wel wist. Dat er veel regels waren. Dat is lekker voor Simonus. Frank heeft thuis nooit verteld wat de pastoor met hem deed. Dat had een reden. Ons dat verteld dat ze ook niet konden geloven dat een geestelijke in de fout zou kunnen gaan. Dat was hier ook zo, ja, toch? Ja. Meneer Pastoor exact. Kan dat niet gedaan hebben. Nee. Ook die verhalen die waar zijn, melden. Ik werd thuis ook niet geloofd. Ja, precies. Ik kom nu vanzelf bij de. Ik werd thuis ook niet geloofd. Ik heb de samenleving reeds genoemd. Dus het had geen nut om het te vertellen. Na de uitzending is hij verbijsterd. Dat er gewoon over is vergaderd door die bisschop. En ook opgelucht. Er is van alles aan de hand geweest. En dan zijn ze dus nu eindelijk, ja, valt het kwartje.
En ik hoop bij meerdere mensen, vooral in kleine gemeenschappen, zoals in Albergen. Theo Verbrugge vanuit bisdom Den Bosch, grootste bisdom van Nederland. Theo, dat rapport dat gaat over misbruik tot begin jaren 80, maar die brief van daarnet, die schrijnende brief, die is van 4 dagen geleden. Ja, het zwijgen, de hand boven het hoofd houden, die autoritaire houding, dat blijkt uit het hele rapport, dat zit echt in de poriën van katholieke instellingen. Dat krijg je er niet zomaar uit. Dus dat is echt wel een probleem. En ja, je zag het ook, de kerk biedt excuses aan, ze bieden geld aan, ze bieden hulp aan de slachtoffers. Maar dat maakt bijna niet uit, want dat wantrouwen is gewoonweg veel te groot. Ja, want de vraag is, wat hebben de slachtoffers nou echt aan dit rapport? Ja, juridisch gezien misschien niet zoveel. Het geeft ze meer dan gelijk, dat zou je kunnen zeggen. Maar wat kan je daarvoor bij de rechter? Ze mogen gebruik maken van alle gegevens die uit de archieven zijn gekomen. Maar per individueel geval bij de rechter bewijzen, dat blijft lastig als het al niet verjaard is, als de slachtoffers al niet dood zijn. Oké, Theo, kom zo weer terug. Bikkelhard is het rapport over oud-bisschop Beer van Rotterdam. De manier waarop hij recentelijk toch in de jaren 80 en 90 omging met misbruik van minderjarigen, stelt de onderzoekscommissie letterlijk voor raadsels. Monsignor Beer. Hij was van 1983 tot 1993 bisschop van Rotterdam. Nu blijkt dat hij tegen de adviezen van zijn eigen selectiecommissie in verschillende mannen tot priester heeft gewijd. Mannen die daar niet geschikt voor waren. 5 van zijn priesters blijken zich schuldig te hebben gemaakt aan misbruik van minderjarigen. En als dat misbruik uitkomt, blijkt hoe de bisschop ermee omgaat. Naar buiten, onder andere in de richting van slachtoffers en hun familie, werd volgehouden dat strenge maatregelen waren getroffen. Maar in werkelijkheid waren dit loze gebaren. Priesters die in Rotterdam niet meer konden worden gehandhaafd, worden zonder waarschuwing naar andere plekken gestuurd. En als iemand wordt veroordeeld, stuurt Berem een vriendelijk briefje, waarin hij schreef dat, zeer tot mijn vreugde, de zaak was afgehandeld. In 1993 stapt Beer plotseling op. Geruchten over zijn eigen homoseksualiteit doen dan de ronde, en men is bang dat hij kan worden gechanteerd. Volgens een van de oud-medewerkers leidde de bisschop in feite een dubbel leven. Om zich heen verzamelde hij een groep vertrouwelingen die toegelaten werd tot de priesterwijding, onder wie het aantal homoseksuelen opmerkelijk hoog was. De commissie oordeelt dat Beer ongeschikt was voor zijn werk als bisschop. Beer zit sinds zijn vertrek in een klooster in België. Daar is hij nu niet bereikbaar, zegt een woordvoerder. Ja, Theo, waarom wordt bisschop Beer zo nadrukkelijk genoemd? Nou, Beer is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe het niet moest in die periode. Dan heb ik het over die periode. Beer was nog 10 jaar langer bisschop dan de onderzoeksperiode liep. Dus dat seksueel misbruik is nog veel langer door kunnen gaan dan de onderzoeksperiode nu heeft uitgezocht. Dit rapport zegt niet alleen iets over misbruik in de katholieke kerk, zei Deetman ook vandaag. Het zegt ook iets over Nederland in die jaren. Ja, zeker. 1 op de 10 kinderen werd in die periode seksueel misbruikt. Bij instellingen, internaten, was dat 1 op de 5. En dan was het verschil tussen gewone instellingen of katholieke instellingen eigenlijk helemaal niet zo groot. Dus het seksueel misbruik is in die periode veel groter geweest dan we ooit beseft hebben. En dat is misschien wel het meest schokkende van vandaag. Theo Verbrugge, dankjewel vanuit Den Bosch.